Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door kampioensbakker Paul Berendsen in Didam. Was het een storm in een glas water, vroegen zich velen af, want heel veel heb er eigenlijk graag niet zo om gemerkt dat het zo hard gewaaid heeft. Aan de kust ging het natuurlijk wel even pittig tekeer. En daar werden windstoten gemeten van meer dan 100 km per uur. 108 was het maximum bij de Hoek van Holland. In het binnenland, zoals hier in Gelderland, daar viel het nog mee. Daar kwam het zo rond de 4-85 uur op het officiële KNMI-station. En dat was rond Arnhem. Maar vandaag zitten we een beetje met Noorwegen. Ik loop ook nog een beetje met de paraplu. Dat is niet voor niks, want er valt nog wat regen. Maar er is veel nattigheid gevallen. Want rond Winterswijk is meer dan 30 mm gevallen op wat plaatsen. En elders in de provincie, zoals op de Veluwe, daar werd die aantallen millimeters ook gehaald. Vandaag dus nog een beetje regen erbij gehad. Maar in de middag werd het allemaal wel wat droger. Er kwamen zelfs nog een paar kleine opklaringen voorbij. Temperaturen die lagen zo rond de 12 tot 13 graden als maximum bij een westen tot noordwesten wind. Ik heb ook heel wat foto's binnengekregen en daar wil ik iedereen natuurlijk ook elke keer hartelijk voor bedanken voor die mooie foto's. Want zonder foto's ook eigenlijk nog een halve weerpraat, maar dat je heel die termina moet kijken is natuurlijk ook niet zo leuk. Maar deze foto's die je nou in bent gestuurd, dat heeft natuurlijk ook weer met de herfst te maken. Wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Vanavond en komende nacht dan hebben we wolkenvelden, maar ook een paar opklaringen. Later in de nacht wordt de bewolking wel wat dikker. In het noordwesten van het land kan nog een drup regen vallen. Bij ons blijft het over het algemeen wel droog. En dat doet het morgen overdag ook. Het is wel redelijk bewolkt, maar de temperatuur kan een fractie hoger uit met 13 tot 14 graden. En morgen is het alweer een stuk rustiger dan vandaag. Windkracht 3 tot hooguit 4. Ja, en dan gaan we richting het weekend waarin het weer zich een klein beetje opzet. Ja, een klein beetje. In de avond en de nacht naar de vrijdag, dan kan er nog een beetje regen vallen. Maar vrijdag overdag is het toch meer droog. Wel veel bewolking aanwezig. En de temperatuur ligt dan zo rond 14 tot 15 graden. Nou, in het weekend ook weer in de nacht naar de zaterdag en zaterdagochtend nog een klein beetje neerslag. Maar daarna ook weer droog weer. En ook zondag verloopt droog. En de temperaturen 16 tot 17 graden, dat is nog gar niet zo gek voor deze tijd van het jaar. En wat ook eigenlijk opvalt dat de nacht nog weer wat minder koud wordt. Want afgelopen nacht was het dan een graadje of 8, 9. De komende nachten en richting het weekend wordt het een graad of 10. Dus geen gekke vooruitzichten, want het is oktober, al bijna eind oktober. We zitten in het weekend al 5, 26 oktober. Nou, en na het weekend wordt wel weer wat wisselvalliger. Maar de temperaturen van 16 graden die komen morgen ook nog wel aanholen. Goed gaan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door kampioensbakker Paul Berendsen in Didam.